Welkom bij de 6.2 Biocast, die gaat over de vorming van geslachtscellen. Voordat we het daarover hebben, moeten we eerst wat afspraken maken om dezelfde taal te spreken. Hier zie je een cardiogram, een chromosomenportret van de mens. En je ziet dat er 23 paren met chromosomen zijn. Een menselijke cel met 23 paren chromosomen noem je diploïd. Oftewel 2N. Dat betekent twee keer het aantal chromosomen dat er in een geslachtscel is. De twee chromosomen van hetzelfde nummer, bijvoorbeeld 2 of 3, dat noem je de homologe chromosomen, een homoloog paar. Omdat op elk chromosoom dezelfde genen liggen. Hier zie je een chromosomenportret van een gameet, een geslachtscel. Die noem je haploïd. Die heeft maar de helft van de aantal chromosomen. En het nummer is N. We gaan nu kijken naar meiose, het maken van geslachtscellen. 76b in binas. De interfase is hetzelfde als de interfase bij mitose. Je ziet, de cel is 2N, dus bij de mens 46 chromosomen. In het voorbeeld 4. En de chromosomen zijn gedespiraliseerd, je kunt ze niet herkennen. In profase 1 gaan de chromosomen spiraliseren. Je ziet dat één chromosoom bestaat uit twee chromatiden. Het kernmembraan desintegreert en de centriolen zijn al vermenigvuldigd, gedupliceerd. In metafase 1 liggen de homologe chromosomen naast elkaar of tegenover elkaar in het metafasische vlak. Als je dat vergelijkt met de mitose, dan liggen in de meiose 1 de homologe chromosomenparen tegenover elkaar en in de mitose liggen alle chromosomen naast elkaar in het metafasische vlak. Dan zal je ook wel begrijpen wat er gebeurt in anafase 1. Daarin worden de chromosomenparen uit elkaar getrokken, waardoor het aantal chromosomen gehalveerd wordt. Je ziet hier na telofase 1 en de cytokinese begint dat het kernmembraan terugkomt. En je ziet dat er het halve aantal chromosomen aanwezig is. Deze cel is dus N. Twee chromosomen in dit geval, maar wel bestaand uit twee chromatiden. Als je dat vergelijkt met de telofase na mitose, dan zie je dat het chromosomenaantal bij mitose verdubbeld is, nog steeds 2N, dus 46 bij de mens, maar dat elk chromosoom bestaat uit één chromatide. In de telofase van meiose 1, de helft van het aantal chromosomen N, maar elk chromosoom uit twee chromatiden bestaand. Dan komt de interkinese, die lijkt wel op de interfase, alleen wordt het DNA in dit geval niet verdubbeld. Profase 2, chromosomen spiraliseren weer. Nog steeds elk chromosoom bestaat uit twee chromatiden. De centriolen zijn verdubbeld, kernmembraan desintegreert. En in metafase 2 liggen de chromosomen naast elkaar in het metafasische vlak. Als je het vergelijkt met mitose, is dat hetzelfde, alleen is er in meiose 2 nog maar de helft van het aantal chromosomen over. In de anafase gaan nu de chromatiden, de zusterchromatiden, uit elkaar. Zodat in telofase 2 er 4 cellen ontstaan zijn. Ze zijn N, het haploïde aantal chromosomen, en elk chromosoom bestaat uit één chromatide. De schematische weergave van de verdeling van de chromosomen. En hoe vindt dat nou plaats in de spermatogoniën, de kiemlijnen van de zaadcellen? Daar zijn cellen bestaan uit kernen met 46 chromosomen en die hebben een X- en een Y-chromosoom. Door mitose vermenigvuldigen ze die zichzelf.
En een van die cellen kan door te groeien uitgroeien tot een primaire spermatociet. 2N, dus 46 chromosomen, een X- en een Y-chromosoom. Aan het eind van meiose 1 zijn er twee secundaire spermatocyten ontstaan. Die hebben 23 chromosomen en één daarvan is een X- of een Y-chromosoom. Wel bestaat nog elk chromosoom uit twee chromatiden. Die gaat meiose 2 in en na meiose 2 zijn er 4 spermatiden ontstaan en die hebben 23 chromosomen en één daarvan is een X- of een Y-chromosoom en elk chromosoom bestaat uit één chromatide. Door vormverandering ontstaan daar de spermacellen. Bij een meisje gaat veel hetzelfde. In de oogonia vindt mitose plaats, waaruit die cellen ontstaan met 46 chromosomen en die hebben 2 X-chromosomen. Door groei ontstaat een primair oocyt en die oocyt is 2N, dus 46 chromosomen, waarvan er 2 X-chromosomen zijn. Die gaat meiose 1 in, waarna een secundaire oocyt bestaat en dus 23 chromosomen en 1 X-chromosoom, maar alle chromosomen bestaan uit 2 chromatiden. Aan het eind van meiose 2 is er een eicel ontstaan die 23 chromosomen bestaat. Eén daarvan is een X-chromosoom en elk chromosoom bestaat uit 1 chromatide. Maar alle reservestoffen vanuit de primaire oocyt zijn terechtgekomen in de eicel. Dat komt omdat na meiose 1 er 1 secundaire oocyt en 1 polygaampje ontstaan is. Een kern met vrijwel geen reservestoffen, die zitten allemaal in de secundaire oocyt. En na meiose 2 zijn er 3 polygaampjes ontstaan en alle verdere reservestoffen in de eicel. Dus dit is mitose, meiose 1 en meiose 2. Als we kijken in Binas bij 86a, dan zien we de geslachtsorganen van de man, maar onderin hebben we een doorsnede van het zaadbuisje. En daar zie je de spermatogonia. De primaire spermatociet. De secundaire spermatociet, de spermatide en tenslotte de zaadcellen die afgevoerd worden via de zaadbuisjes. Bij een vrouw, de eierstok met daarin de oogonia. En die zijn al ontstaan gemaakt al voordat een meisje geboren is. Die cellen beginnen aan meiose 1, maar die stoppen in profase van meiose 1 en gaan pas weer verder, niet allemaal tegelijk, maar elke 28 dagen 1, wanneer een meisje in de puberteit komt. Cellen maken dan eens in de 28 dagen, maakt 1 primaire oocyt meiose 1 af en begint aan meiose 2. Maar stopt in de metafase van meiose 2. Pas wanneer er een bevruchting plaatsvindt in de eileider, pas op dat moment wordt meiose 2 afgemaakt. En dan gaan de pronuclei versmelten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 6.2 Biocast. Veel succes met studeren. En tot de volgende keer.